De twee gestaakte voetbalduels die worden vandaag hervat. De bal die gaat weer rollen bij FC Groningen tegen NEC. En bij de derby tussen Willem II en NAC Breda. Die beide wedstrijden die werden gestaakt. Vanwege die nieuwe regels van de KNVB. Er gooide iemand iets op het veld. En dus klinkt het laatste fluitsignaal. In het geval van de wedstrijd tussen Groningen en NEC duurde dat afgelopen zaterdag maar liefst 18 minuten. Alsof je het erom deed. U kijkt hier nog naar beelden van NAC trouwens, maar dat is een andere wedstrijd, deze zoeken we. Alsof je het erom deed, was de dader 18 jaar. Hij gooide een plastic beker richting het veld. En daarbij werd de assistent scheidsrechter geraakt. Tonnen aan schade. Die volgens de KNVB dan ook op die 18-jarige jongen verhaald dienen te worden. De kraker tussen NAC Breda en Willem II, waar u net beelden van zag, die duurde iets langer. Daar stond nog ruim een kwartier op de klok. Toen maakte Willem II een doelpunt. Daarvoor werd gejuicht en toen vloog er van alles het veld op. Nadat er ook al vuurwerk was gegooid, klonk dus ook daar het laatste fluitsignaal. Die beide wedstrijden die worden vandaag ingehaald zonder publiek. En dat vindt onder meer Thijs Kroeze, die is de supporter van NAC Breda. Schrijft daar ook aan de grootste supporterssite. Die vindt dat behoorlijk zonde. Ja, dat is heel vervelend. Dit zijn de wedstrijden waar je als supporter natuurlijk voor leeft. Dus die wil je eigenlijk van minuut 1 tot minuut 90 beleven. En dat kan niet. Ik vind het een slechte zaak dat wedstrijden uitgespeeld worden zonder publiek. Want ik denk dat voetbal gemaakt is om voor publiek te worden gespeeld. En dat nu heel veel mensen worden gestraft voor de acties van individu. Ik zou alleen wel pleiten voor een dadengerichte aanpak. Ik vind dat je als supporter de verantwoordelijkheid hebt om je te gedragen in het stadion. Het veld is eigenlijk heilig. Het is alleen als je die verantwoordelijkheid niet kan dragen als supporter, vind ik dat je dus individueel gestraft moet worden en niet als collectief zijn. Ja, nou weten we natuurlijk ook, dat is ook bekend, dat er in stadions nogal eens antisemitische spreekkoren klinken. Wat doet dat met u, met de achterban? Ja, dat doet heel veel. Waarom is het oké om te roepen Hamas, Hamas, Joden aan het gas, maar moet je een kind uitleggen dat dat straks in het klaslokaal niet oké is? Die sfeer van dat voetbalstadion heeft gewoon zijn uitwerking naar de andere lagen en andere plekken in de maatschappij. En daarom is het heel belangrijk om daar hard tegen op te treden. Ik zou heel graag zien dat we met racistische, antisemitische spreekkoren ook de boel gaan stilleggen. Niet alleen bij dit soort wangedrag. Bij al dit soort incidenten meteen de boel stilleggen. Hard leers en we moeten uiteindelijk een lijn trekken en hopen dat daardoor ook de misdragingen onder de supporters gaan afnemen.